Oké, we gaan gelijk goed beginnen met een gymgevecht. Als ik vandaag wat langzamer praat, komt, ik heb niet echt heel veel energie nog in me zitten. Want het was een drukke week. Een hele, hele drukke week. Zullen jullie zo meteen ook wel zien in de video. We hebben een hoop gedaan. Oké, maar laten we gaan beginnen. Het is Steelix tegen Mak. Mak heeft een CP van 11.200. En Steelix, het is trouwens geen gymgevecht. Het is een raid boss. Dat heb ik niet helemaal handig gezegd. Even zien. We zijn hier dan volgens mij met z'n drie op het moment. Ja, dat kun je ook zien. Onder Steelix staat een popje met daarna het nummertje 3. Even zien. Op zich gaat hij redelijk omlaag gemukt. Dus wij hebben 6 Pokémon, totaal 18 met z'n allen bij elkaar. Komt best wel goed. Is trouwens iets wat mij opgevallen is. Als je een gymgevecht gaat starten, staat er een difficulty. En daar staat dan de hoeveelheid spelers die aanbeveelt. Dat getal klopt totaal niet. Echt totaal niet. Dan kun je rustig delen door 2 of zo. Ik bedoel, hetgeen hoe ik zelf hem uitreken is. Ik neem bij een level 1 raid kan je eentje aan. Level 2 raid heb je iets van 3 mensen nodig. Een level 3 raid heb je 5 mensen nodig. En een level 4 raid. Ja, persoonlijk ga ik er meestal voor iets van 10 mensen of zo. Maar het is op zich ook best wel te doen met 8 of 9. Dus het ligt er ook een beetje aan hoe sterk de mensen zijn natuurlijk waar je mee vecht. Want sommige spelers hebben gewoon niet de Pokémon die andere spelers hebben. Maar op zich, Muk kunnen we zien, die gaat behoorlijk omlaag. Hoef hem alleen nog even te vangen zo. Mijn ouders hadden hem allebei nog niet, dus vandaar dat ik deze ben gaan aanvallen. Plus, ik heb gewoon de rare candies en de TM's en alles kunnen we altijd wel gebruiken. We zien Muk, zien we klein worden. Het is nog geen Grimer meer, zo klein wordt hij nou ook weer niet. Maar een CP van 1580 of zo zag ik nu. Even kijken, 4 raspberries erbij, 8 revives en 3000 XP. Op zich niet echt de beste vangst die we krijgen, want we krijgen geen TM's en geen rare candies. Maar ach, het wordt een makkelijke vangst. Dus, tenminste, ik hoop dat het een makkelijke vangst is. Ja, het mag hopen van wel. Kom op. Laten we zien. Muk, ben je een beetje... Ja, 1580 zou niet al te moeilijk mogen zijn. Gebruiken de nanoberry, want dat, persoonlijk, uit persoonlijke ervaring vind ik dat wel de beste berry om te gebruiken met bosses. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat het nou in video's dus een hoop meer bosses en gevechten en zo zullen zijn. Want het zijn gewoon veel coolere Pokémon in mijn mening. Vandaar dat ik ook achter ze aan ga. We hebben een 1, we hebben een 2 en we hebben een 3. Top, we hebben hem gevangen. Laten we dan nu gaan naar de intro van de video. Let's go. De volgende wat we gaan doen is vangen van een Electabuzz. Ik kwam hem even tegen tijdens het rondrijden. Dus tegenwoordig ga ik gewoon s'avonds met de auto met mijn moeder gaan we alle gyms en zo gaan we af. Is best wel leuk, omdat een bonding experience met je ouders. Ja, het is vreemd. Oké, het is vreemd. Ik weet het. Het maakt niet uit. Het is niet zoals het hoort gespeeld te worden, maar het maakt mij allemaal niks uit. Ik vind het leuk, dus waarom niet? Ik bedoel, als mensen in de woonten judge maar. Maakt mij niet uit. Ik heb een Electabuzz en jullie lekker niet. Nee. Zoveel mensen die gewoon nu de video dichtgeklikt hebben. Sorry daarvoor, het spijt me. Maar we hebben nu in ieder geval, nu is het wel echt een gymgevecht. Dan krijg je ook dit geweldige scherm te zien. Team Rood tegen Team Blauw. Mijn Kartana tegen een Gyarados. Gyarados, ja, ik vind Gyarados is een hele coole Pokémon. Je hebt er 400 magic arcanes voor nodig. Maar als je dan bent zoals ik en gewoon echt de slechtste luck in de wereld hebt. En gewoon Gyarados krijgt met Bite en wat was het? Twister, Bite en Twister. Dan heb je, ja, kun je net zo goed gelijk ophouden. We gebruiken onze special move en Gyarados is down. Ik bedoel, zo simpel kan het zijn. Up to 700, helft eraf voor Gyarados. Ik bedoel, nu komt Rhydon nog, die schakel ook wel even uit. Ik ga niet het hele gevecht erin, ik zet alleen het eerste gevechtssector erin. En dan de rest neem ik dan zo meteen wel over, want het is niet altijd interessant om mij non-stop tegen dezelfde Pokémon te zien vechten. Dus vandaar dat ik dat niet zal doen. We hebben nog onze move, ik wil zien of gebruiken we die ook. Ja, we gebruiken hem. Oké, dat is prima. Oké, en Rhydon is goed als down en hij is dood. Oh hey, Rhydon is helemaal dood, dat is geweldig. Laten we doorgaan naar het volgende en dan zie ik jullie zo. Oké, het volgende is een battle waarin wij Lapras gaan gebruiken. En als ik het goed zag was het tegen een Arcanine. Oh nee, we vechten tegen Lapras. We vechten met Kartana tegen Lapras. Oké, nou, dat is best wel te doen op zich. Ik bedoel, onze Kartana is een sterk Pokémon. Interessant hoe sterke Bootops en Omaster eigenlijk gemaakt zijn in de game. Het zijn dan niet echt de makkelijkste Pokémon of zo. Het waren niet echt Pokémon waarvan ik had verwacht dat ze echt zo sterk zouden zijn, maar ik gebruik ze toch vrij veel. Dus ik ben er tevreden mee. Ik heb zo een heel erg mooi gevecht klaarstaan voor jullie.
Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Ik heb een hoop geluid op mijn achtergrond. Ik hoop dat jullie daar geen last van hebben op het moment. Het zou best wel eens kunnen. Nou, we zijn een hoop herrie aan het maken op het moment. Dus ik zou hopen dat ik het volgende clipje dat er niet heb. In ieder geval, we hebben de leppers uitgeschakeld. Dus dat was een goed iets. Oké, de geluiden zouden nu minder moeten zijn. En kijk wat we hier hebben, jongens. We hebben hier een Tyranitar. Nou, ik weet, we hebben vorige week ook al een Tyranitar uitgeschakeld. Alleen toen is hij van ons weggerend. Toen ben ik even een tijdje in een hoekje gaan zitten huilen. Maar deze keer heb ik echt vertrouwen erin dat we hem kunnen gaan vangen. Het gaat me niet gebeuren dat er twee Tyranitars van me weg gaan. Het gaat gewoon niet gebeuren. Daar heb ik geen zin in. Dit gaat ons gewoon lukken. Ik bedoel, onze Vaporeon doet het best wel goed op het moment. We schieten er nog een Hydro Pomp op. Ik bedoel, hij is al over de helft. We hebben nog niet eens één Pokémon weg. Dus, nou, nu is één Pokémon weg. Dus, en hier, we hebben gewoon nog een Vaporeon. Dus daar zitten we goed. Komt wel goed. Kom op. Kom op. Nog een Hydro Pomp. Nog een Hydro Pomp. Nog eentje. Lekker bezig. Oké, we hebben een Super Effective. Oké. Ik bedoel, het is wel grappig om te zien hoe er... Ik niet eens een special move hoef te doen. Ondertussen worden toch nog allerlei mensen aangevallen. We zijn op het moment met 15 accounts hier. Ik zou niet zeggen met 15 mensen. Want er zijn ook mensen met dubbele telefoons. Ik ben zelf ook met een dubbele telefoon. Ik heb die telefoon van mijn moeder op het moment bij me. Zouden ook spoofers bij kunnen zijn, dat weten we niet zeker natuurlijk, maar het zou kunnen. Hoe dan ook, we hebben hem uitgeschakeld. Laten we kijken wat ik heb. 18 revives, wauw. 3 golden raspberries, 2 rare candy, die wil ik. We hebben een charge TM! Nice. Charge TM wil ik graag hebben, dat is een mooi iets. Oké, rood heeft de meeste damage gedaan, daar ben ik ook blij mee. We hebben 8 ballen. Oké, kom op, dit kunnen we. Ik heb hier vertrouwen in dat dit gaat lukken, oké. Het is een Tyranitar van 2067. We gebruiken onze Nano Berry, want hij staat echt als een ADHD'er te bewegen hier. We curven die bal. We curven hem als een Great. Oké, we hebben de eerste Great Curveball. Meestal als je twee keer een Great Curveball hebt, dan blijft hij dan zitten. Oké. We gebruiken nog een keer een Nano Berry. Kom op. Oké. Dat had van mij best wel een excellent mogen zijn eigenlijk. Maar oké, dit was de tweede Great Curveball. Dus 1, 2, 3... We hebben een Tyranitar! Oh, jongens, we hebben het Wow, 7 dagen streak is het ook nog eens een keertje gelijk. Dus we hebben meteen allemaal lekker starters erbij. 10 candies erbij, want het is een Tyranitar. We hebben Tyranitar in de Pokédex. Die staat echt in de top 5 moeilijkste Pokémon om te hebben in de game. En wij hebben hem nu gewoon. Ik denk dat hij daar ondertussen wel uit is, dankzij de raids. Maar, wauw. Bite and Crunch is niet echt geweldig. Maar, we maken het uit. We hebben een Tyranitar. Ik ga er niet over lopen zeuren. Ik had nog wel dit. Boom. We gaan ook eens een keertje level up. Level 28. Echt waar. Beter dan dit. Het kan gewoon niet, jongens. Echt geweldig. Helemaal mooi. En nou dat we Tyranitar hebben, hebben we de kennis ook genoeg om Larvitar te evolueren tot Pupitar. En dan kan die ook van het lijstje af. Is er weer eentje erbij die we niet nodig hebben meer. Dit wordt dan 223ste Pokémon. Tyranitar was de 222ste. Dat is makkelijk te onthouden. 222. Gaat echt goed op deze manier. We komen echt wel heel dicht bij het einde van de Pokédex. Nog iets van 10 Pokémon geloof ik. En dan hebben we alles wat we op het moment kunnen vangen gevangen. Dus let's do this. We kunnen dit aan, jongens. We kunnen dit. En nou, ik had net die Charge TM gekregen. Dus die wil ik gaan gebruiken op Gyarados. We hebben die van ons SpongeBob genoemd. Dat die van ons kent Twister. En dat willen we gewoon niet. De Twister, het is zo'n slechte move. Het is echt slecht. We hebben Outrage, daar ben ik blij mee. Ik vind Outrage een leuke move om te hebben. Het is geen legacy move, maar ik heb ook geen idee wat een legacy move is, dus dat is mooi. Oké, het volgende wat we gaan doen, we hebben nog een lekker gym gevechtje. We gaan met onze Goldzilla, ook wel bekend als Dragonite, tegen een Vaporeontje van 1552. Nou, dit moet best wel lukken, toch? Zie hoe snel Vaporeon omlaag gaat. Ik weet niet of we in ons eentje zijn, zijn we in ons eentje op het moment. Dus. We zijn nu met drie. Oké. Dus ik kan het heel makkelijk zien nog steeds aan het icoontje onder Dragonite. Altijd handig om te weten. Vaporeon is al down, helemaal eruit ook volgens dit. Dat hoop ik. Tenminste, er stond nog een haak. Oké. Dat zal er op een andere telefoon hebben gestaan en veel eraf is gegaan. Nu is het in ieder geval Dragonite tegen Rhydon. Dit is volgens mij het is een redelijke matchup, want hij is bij ons niet very effective. We hebben onze move klaarstaan. Ik geloof dat Godzilla ook Outrage heeft ofzo. Wel een draaksoort move geloof ik, maar ach, ik weet niet helemaal wat. Maakt niet zo heel veel uit. Hij is in ieder geval down. Huppatee, helft eraf, de rest regelen we nu dan wel.
En dan ga ik ondertussen door naar de volgende gym voor ons. Nou, de volgende gym is geen gym, maar dat is een raid battle. We hebben hem al uitgeschakeld. Nu hoeven we hem alleen nog te gaan vangen. En dan kunnen jullie zien hoe lastig dat kan zijn, het vangen van een Pokémon. We gaan naar de bonus challenge. Huppatee. En 1, 2, 3. Het is Venusaur. We dachten, waarom niet? Venusaur is wel leuk om te hebben. We hebben niet echt een hele sterke Venusaur zelf. Dus we hebben 8 ballen. Moet toch op zich best wel lukken. We gooien een Nanaberry. Dan gaan we proberen een bal te curven. Oké, we gooien hem raak in ieder geval. Het is geen great of wat dan ook. Dus daar komt hij waarschijnlijk 1-1 keer uit. Ja, oh, hem 1 keer getrild zelfs nog. Valt mee. We gebruiken de Nanaberry hier. Nou, trouwens, de reden dat we zoveel raids hebben. We zullen afvragen, hoe kom je aan zoveel raids? Hoe lukt je dat? Ik zit gewoon in een groep op WhatsApp met mensen in de buurt van Beeldhoven en de Beelden, weet ik het allemaal. En daardoor kan ik allemaal raids vinden. Waarschijnlijk als je bij in de buurt ook gaat rondkijken, als je gewoon bij raids naartoe, gewoon naar raids toe gaan. En als er dan mensen bij zijn, vraag dan of er al zo'n groep is. En of je erbij kan, is die er niet, start dan zelf die groep. Want het zorgt ervoor dat je gewoon als community veel makkelijker level 4 raids aan kan. Dat is ook een beetje een doel volgens mij geweest van de hele update, maar dat zou ik jullie niet kunnen vertellen natuurlijk. Kom op! Venusaur, je hoeft niet zo moeilijk te doen hoor, echt niet. Ik heb nog een paar ballen over, dus ik wil niet dat je zo moeilijk doet. Oké, kom op Venusaur. We gooien onze bal en huppatee. Hij was raak in ieder geval. Meer kunnen we niet vragen volgens mij. Oké, we hebben 1. Venusaur is niet makkelijk te raken op het moment met de curveball. Oké, nou ja, we gebruiken gewoon nog een keertje een Nanaberry, want het is volgens mij nog steeds echt de beste mogelijkheid die we hebben. Anders heb je echt een ADHD-Pokémon die niet te raken is. Oké, we hebben een nice curveball. Ik denk niet dat hij blijft zitten met een nice, nee. De ene één keer uit is dan ook weer niet nodig. Ik bedoel, misschien moeten we voor iets anders gaan, maar nee, we blijven bij de Nanaberries. Nanaberries zijn gewoon zijn de bom. Oké. Het was raak. Ik heb niks misgegooid. Ja, ik heb 1 misgegooid. Ja, eigenlijk kunnen we wel voorspellen dit hem gewoon niet gaat worden. Oké, we gebruiken voor de laatste bal onze Golden Raspberry. Kom op, Venusaur. Venusaur, please. Please. Oké, we hebben hem raak gegooid met een Golden Raspberry. Kom op. En 1. Ja. Is een jammer als je genoten van de video. Laat even een like en een comment. Doei!